Jaarlijks trekken heel wat Belgen met de auto op vakantie naar het zuiden. Zorg ervoor dat autopech of een verkeersongeval geen roet in het eten kunnen gooien. En vertrek daarom goed voorbereid en uitgerust op reis. Zou ik mijn auto eens mogen checken om te zien of je veilig op vakantie vertrekt? Ja? Ja. Je ruitenwissers, zijn die vrij nieuw? Ja, die zijn recent vervangen geweest. Banden? De minimumprofieldiepte is 1,6 mm. We zitten hier ruim boven de 5 mm. Vermits dat we nooit weten wanneer het gaat regenen, is eigenlijk de 3 mm de profieldiepte waar je altijd rekening moet mee houden. Bandenspanning, hè? Zwaar beladen auto, en dat is wel in dit geval. Dus 2,5 kilo vooraan en 3 kilo achteraan, denk ik. Hè? Ja. 2,5 daar, hè? Ja. Dus zoals het hoort. Nu is er ook nog een wettelijke kit die je altijd moet bij hebben. De gevarendriehoek, blusapparaat, verbandetui en wat nog? Fluorescerende visjes. Vind je dat nu een goed gedacht dat dat fluovisje hier zit? Want veronderstel dat jij pech hebt op een autosnelweg. Je komt op die pechstrook terecht. Het eerste wat dat je... schitterend. Eerst het fluovisje aan, gevarendriehoek plaatsen en dan met alle inzittenden achter de vangrail gaan staan. Ja. En zo vlug mogelijk de hulpbeesten verwittigen, zodat dat voertuig weg kan. Hè? Dat is een gevaarlijke plek, die pechstrook. Als je met de wagen op reis gaat, wordt deze vaak erg belast. Je rijdt langere afstanden en je auto is meestal zwaar beladen. Hierdoor vergroot de kans op pechgevallen, die vaak op voorhand vermeden kunnen worden. Ja, dat is de eerste keer dat we pech hebben. Een 20 kilometer van Kapellen hier, voelde ik ineens dat geen servo niet meer had. En ik had iets horen rammelen. En dan ben ik verder gesukkeld tot hier. Bij 1 op de 6 gevallen heeft een ongeval te maken met een lekke band. Dat is te wijten aan het feit dat er minder auto's zijn uitgerust met een volwaardig reservewiel en men meer overgaat naar een thuiskomertje of een reparatiekit. Beide zijn beperkt in gebruik, zowel qua snelheid als qua afstand. We gaan naar Zuid-Frankrijk. Uit studies blijkt dat vermoeidheid hetzelfde effect heeft als een alcoholpromille van 0,5. Belangrijk is om te vertrekken met een verfriste auto. Voor de mens zelf uitgerust vertrekken. En dan zeker ook zorgen dat je uitgerust blijft onderweg. Een pauze van 15 tot 20 minuutjes is meer dan voldoende om weer eventjes verder te kunnen. Wij rijden wel in twee maal. Wij rijden tot in Bonn, zo'n 600 kilometer gaan we overnachten. En dan, zanderdags rijden we weer 600 kilometer. Ook erg belangrijk onderweg is ervoor te zorgen dat je geregeld drinkt. Drinken, water, maar geen alcohol. We nemen heel wat extra stroomverbruikers mee, onder andere de GPS. Zeg ook maar de video voor de kinderen. Gebruik de batterij te volle om te vertrekken en schakel pas daarna die toestellen aan. Maar hebben er toch nog geen problemen mee gehad? Voor mensen die naar Frankrijk en Duitsland trekken, eventjes verwittigen. Brandstof is daar te krijgen, maar ook E10 brandstof. Dat is een biobrandstof. Daar zit 10% ethanol bij en 90% gewone brandstof. Mensen die daar willen gaan tanken, zou ik toch de raad willen geven om vooraf eerst goed te informeren, alvorens misschien een stomme tijd uit te halen. Bij druk verkeer naar de kust kan de dienst kustverkeer van de federale wegpolitie snel ingrijpen om alles zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen. Het is zo dat wij door middel van de dynamische rijstrooksignalisatie in bepaalde sectoren van de autosnelweg de snelheid gaan naar beneden halen. We doen dit om de maximale doorstroomcapaciteit van de autosnelweg te benaderen. Dat komt de verkeersveiligheid ten goede en uiteraard naar mobiliteit toe gaan we ook minder files gaan creëren op die manier. Op de dagen waarvan we weten dat er heel veel verkeer naar de kust rijdt, zetten wij extra motorrijders in. In feite om de paar minuten gaan meerijden met het verkeer, net om zeer snel aan probleemdetectie te gaan doen. Bij het minste incident of verkeersongeval kunnen zij gaan anticiperen, politionele hulp bieden en uiteraard, belangrijk voor de mobiliteit, zo snel mogelijk die rijbaan gaan vrijmaken. Indien onze motorrijders op een incident of een verkeersongeval komen, gaan ze de situatie bekijken. Kunnen zij zelf de rijbaan vrijmaken, zijn de voertuigen nog rijvaardig, gaan ze zo snel mogelijk met die mensen van de autosnelweg verdwijnen en daar de vaststellingen doen. Is dit niet mogelijk, dan is het zo dat wij ook twee takelwagens constant ter beschikking hebben die zeer snel kunnen tussenkomen om de rijbaan zo snel mogelijk gaan vrij te maken. Neem de nodige voorzorgen als je met je auto op reis vertrekt. En mocht je onderweg toch pech hebben, dan kan je met een gerust hart beroep doen op de sympathieke mannen van de pechverhelpingsdienst.